Bij jachthuis Lemuiden doen wij veel met blazer. En in zover het bekend is, wil ik nog even kort ingaan op het concept modulair bij blazen, bij de blazer R8. Wat houdt dat nu in, dat modulair systeem? Dat houdt eigenlijk in dat bij de blazer R8 kan je alles wisselen. Dat wil zeggen, je hebt een blazer R8 kolf. Daar kan het magazijn trekkerhuis uitgenomen worden en teruggezet worden. Daar past heel veel soorten en kalibers lopen op. De loop gaat heel simpel op zijn plek. Hij wordt door middel van de blazer inbussleutel aangedraaid. En vast is vast bij deze. Vervolgens monteren we de grendel op de blazer. En de blazer R8 grendel past op iedere blazer op. Deze grendel past ook op deze kolf. Heel simpel. Dus alles kan uitgewisseld worden hier in dit systeem. Mocht je verschillende kalibers lopen gebruiken op een blazer R8, want dat is natuurlijk het voordeel van het modulair concept. Je kan allerlei kalibers gebruiken. Op deze blazer het nieuwe kaliber 8,5x55 van blazer, wat ze vorig jaar uitgebracht hebben. Je zal ook zien dat dit een vrij korte loop is. Deze is 52 cm en de standaardloop is 58 cm. Dus nogmaals, mocht je wisselen binnen de kalibergroep vanuit het magazijn, is de insert voor de verschillende kalibers te wisselen. Dat gaat heel simpel. Binnen de kaliber bij blazer hebben we drie hoofdgroepen. De minigroep, kaliber 2-2-2, kaliber 2-2-3. Dan krijgen we de standaardgroep. Dat is ook in deze grendel goed te lezen, standaard. Binnen de standaardgroep past eigenlijk alles in van kaliber 22-250 tot aan kaliber 9,3-62. Dus 30-06, 7-64, 2-70, 2-43. De hele medium range aan kalibers past binnen die standaard grendelgroep. Hoe is die grendel opgebouwd? De grendel is opgebouwd uit een grendel, of receiver zoals dit stuk heet, en een grendelkop die heel makkelijk te wisselen is. Mocht je dus met je blazer R8 vanuit de standaardgroep kalibers gaan naar een Magnum kaliber, 300 Winchester Magnum bijvoorbeeld, wat regelmatig gekozen wordt, dan is een wissel van de grendelkop ook noodzakelijk. Die past niet, de standaard grendelkop past niet op de 300 Winchester Magnum loop. Je kan dus binnen deze groep kan je heel veel kalibercombinaties maken. Dit is in kort het blazen R8 concept, het modulair concept. Ook de richtkijkers zijn allemaal simpel, snel te monteren met de bekende blazen spanmontage. De kijker gaat erop. Op het moment dat hij vast zit, sluit je deze door middel naar beneden te drukken, aan te spannen, vast. Als de kijker ingeschoten is, kan je net zoveel wisselen als je wilt. De kijker blijft goed staan als je hem terugzet en er vanaf haalt. Je kan dus heel makkelijk wisselen van kijker, wisselen van loop in diverse kalibers. Wat ingeschoten is, blijft na de wissel ook gelijk. Nu zit er een blazerrichtkijker op. Blazer heeft sinds vorig jaar eigen richtkijkers. En natuurlijk voor de drijfjacht heel handig, de blazer RD versie, RD 17. Dus eigenlijk een aimpoint, speciaal gemaakt voor blazen, die uiteraard ook heel makkelijk te wisselen en te monteren is op je blazen. En te gebruiken voor de drijfjachten speciaal. Tot zover in kort het modulair concept van de blazer R8. Nieuw van blazen vorig jaar en nog relatief onbekend is de toevoeging van de Ultimate serie. En daar hebben ze de kolf veranderd en meer aangepast. Zoals wij dat kennen uit een aantal kolven van de sportwereld. De kolf wordt geleverd in diverse varianten. Je hebt een standaard kolf die ook later
uitgebouwd kan worden met het verstelbare wankstuk. Je kan hem dus kopen standaard en later het verstelbare wankstuk laten monteren. Hij wordt geleverd met een recoil terugslagdemper. Die is los te monteren en te demonteren. Twee uitvoeringen. De elastomeer, zoals ze hem noemen bij Blaser. En dan krijg je dus deze kolf met deze stuk erin. Dit heet elastomeer. En in de Blaser R8 versie Ultimate Leather, zoals ze hem noemen. Bekend ook van de R8 Leather Professional Succes. De bekende duimgatkolf, maar nu in plaats van elastomeer inleg, een lederen inleg hier en hier. En datzelfde geldt ook voor het wangstuk. Dat is ook met leer ingelegd, in hoogte verstelbaar. En deze versie is ook wordt geleverd, en dat kan ook in deze versie, met een verstelbare kolf. Vooral voor mensen die wat langer zijn, of zomer-winterkleding verschil willen hebben. Je kunt hem dus de kolf op lengte stellen, op iedere gewenste lengte. Verder kan deze kolf, naast dat hij in lengte verstelbaar is, ook aangepast worden als je bijvoorbeeld liggend schiet. En dan kan de kolf dus in een hogere stand gezet worden. Waarbij de kolf hoger komt en dat je minder risico loopt bij het liggend schieten. Dat je de kijker in je oog krijgt. En dat is eigenlijk in kort de toevoeging van Blaser in de hele Professional Successie, de Ultimate Kolf. En mensen die wel eens in Schotland bijvoorbeeld gejaagd hebben, zullen vast geconfronteerd zijn daar met liggend schieten. Vooral in de Highlands of Roodwild. Een van de dingen die Blaser daarvoor bedacht heeft, is de toevoeging van een carbon bipod. Daarvoor moet het voorste gedeelte gewisseld worden. En dan kan je daar heel simpel een bipod in zetten. En degenen die in Schotland gejaagd hebben, die kennen dit. Ook overigens erg handig om te gebruiken als je op de baan aan het inschieten bent. De bipod is ook in hoogte verstelbaar. Afhankelijk van de situatie waarin je bevindt. Daarnaast is de ontwikkeling van de kolf zodanig gemaakt, en vooral voor mensen die dat gedaan hebben eerder, om een stabiele positie te bereiken bij het liggend schieten, overigens ook bij anderen, is het heel prettig dat je je hand kan stabiliseren. Wat bedoel ik daarmee? Als je liggend zou schieten of vanaf een tafel zoals ik nu demonstreer, is het ideaal dat je hand hier kan komen en vervolgens de kolf hier. Vanuit deze positie, zo liggend of wat ik nu doe, kan je heel stabiel schieten. Dat betekent dus dat je heel stil kan liggen met je kogelgewier. Vooral voor schoten op wat grotere afstanden is dit ideaal. Last but not least, belangrijk om te vermelden bij Blaser R8, is de manier waarop de kijker gemonteerd is. Bij Blaser is de kijker gemonteerd op de loop, zoals je kan zien. Zak, zak. Bij een loopwissel, en dat betekent dus dat je een ander kaliber in je wapen, in je blazer gaat doen, heb je meestal ook een eigen kijker. Iedere loop heeft zijn eigen kijker. De kijker is ingeschoten op de desbetreffende loop. Dus je wisselt de loop, je wisselt de kijker. Bij het plaatsen van de kijker is de wederprecisie, en daar bedoelen we dus eigenlijk mee, als je gewisseld hebt en je gaat weer schieten, is de wederprecisie 99,9%. Bij de meeste andere modulaire kogelgeweersystemen is de kijker niet op de loop gemonteerd, maar zie je dat de kijker eigenlijk op het huis gemonteerd is, hier. En dat maakt het verschil in wederprecisie na loopwisseling. Dus als u op zoek bent naar een modulair geweer met verschillende kalibermogelijkheden en u reist regelmatig, dan is het concept van de Blaser R8 een heel mooi concept. Daar komt bij dat dit geweer voor het reizen heel makkelijk, zoals ik al een paar keer laten zien, is te demonteren. En daarvoor past in een hele goede, stevige Blaser ABS koffer. En dat werkt als volgt. We demonteren het wapen, het kolfgedeelte
gaat hierin passen. Met deze strip kunnen we dus de kolf vastzetten. Dan, je ziet dat er ruimte is voor twee lopen eventueel in dit model koffer. Kan de loop hierin, waar die gefixeerd wordt. Vervolgens gaat de grendel hierin. En de richtkijker, uiteraard is daar ook ruimte voor. Niet vergeten de sleutel. Als je op de plek van bestemming komt zonder sleutel, dan heb je toch een probleempje. Dan kan je je geweer niet in elkaar zetten. Prachtig concept om mee te reizen.